regionale cuisine is voor ons heel belangrijk, omdat ik het liefst produceer voor mijn omgeving. En dat doe ik het liefst omdat ik dan ook weet voor wie ik produceer. En wanneer er dan wat is, dan kan ik ze er ook bij halen van joh, we zitten nu hiermee. Bijvoorbeeld een koe, 450 kilo vlees. Het zou toch het mooiste zijn dat we dat regionaal kunnen wegzetten. En dat degene die het opeet, eerst die koe buiten heeft zien lopen. Dus dat je de verbinding mee krijgt. Dus het liefst, alles voer dat ik produceer, haal ik het liefst binnen een straal van 25 kilometer. Maar dat betekent dus ook dat mijn wens zou zijn om ook de output, dus vlees, de melk, het liefst ook weg te zetten binnen een straal van 25 kilometer. Want dan heb je volgens mij de cirkel rond. En kun je super duurzaam produceren, maar bouw je ook een community. En kun je samen bijvoorbeeld ook de landbouwtransitie inzetten. Op het moment dat die boeren uit protest tegen de melkprijzen de melk over de akkers lieten uitvloeien, omdat ze niks beuren voor de melk of beuren is het eigenlijk nog steeds wel. Toen dacht ik, dit gaat hem gewoon niet worden en ik ben heel direct vanuit de streek af gaan nemen. Gewoon om die gulden, toen was het nog gulden tijd, hoe lang is dat al niet geleden, in de streek te houden. Gewoon bij degene te leggen die het ook verdienen moet. En daaruit ontstaat een keuken die gewoon zodanig regionaal is dat ik feitelijk al helemaal nauwelijks meer werk met producten die van elders komen. Tot nu toe nog steeds 95% van wat wij produceren gaat verder dan die 25 kilometer. Wij hebben hier op jaarbasis 1,3 miljoen liter melk en 1 miljoen kilo vlees, varkensvlees. De consument hier wil, ze willen allemaal speklapjes, varkenshaas, willen ze allemaal eten. Als ik begin over poorten, staten, andere delen, dan hoeft niemand dat. En dat is hetzelfde met rundvlees. Bepaalde stukken zijn heel gewild, maar je hebt ook stukken vlees als je ze tijd zou geven, tijd qua bereiden, qua smaak kan het dan net zo goed zijn als een biefstuk. Alleen gunnen we onszelf die tijd niet. En dat is natuurlijk super raar in een wereld waar zoveel welvaart is, dat we 3 keer per dag eten, maar wat we precies in onze mond stoppen maakt ons niet meer zoveel uit als het maar snel gaat. Nou ja, daar zie ik ook wel een uitdaging voor de horeca. Wat nou als die de tijd nemen om dat stukje vlees lang te bereiden en zo aanbieden aan de consument dat het gezond is en makkelijk en snel. Dan heb je volgens mij heel veel gewonnen. Ik werk met mensen die werken uit sentimenten. Echt heel erg sentimenteel. Oh god, het is best moeilijk. Bijvoorbeeld een biologische boer, een biodynamische boer. Die heeft heel veel sentimenten, dat begrijpt iedereen. Want zijn erf is zijn koninkrijk. Dat is van hem, van haar, en daar is hij op bezig. En alles zelf doen, en daar krijg je dat uit. Maar ik werk ook met mensen die werken uit centen-idee. Dat is heel anders. Als het maar rendement heeft, wat er dan verder de oorzaak of het gevolg van is, maakt niet uit. Wij gaan voor dat en daar moet je op bezig. Maar als je nou de balans zoekt tussen sentimenten en centen, en die balans, dan versta je elkaar beter. En dan kun je ook beter samenwerken. Want dan heb je begrip voor als iemand de centen belangrijk of de sentimenten. Maar op het moment dat je dat niet van elkaar krijgt, dan is die kloof is eigenlijk op dezelfde manier. Dus als je het alleen maar op economische waarde blijft bekijken en niet op sentimentele waarde, ja, maar de balans. Balans, 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 balans.